Een tweede vraag, voorzitter. Dit weekend een beeld, een filmpje van een verward persoon in Rotterdam. Van twee verwarde personen in Rotterdam. Ik moet u zeggen, ik heb met walging zitten kijken hoe op iemand die gewoon ziek is, twee diensthonden worden losgelaten. Hoe een diensthond wordt losgelaten op iemand in een moskee. En die walging betreft niet het politieoptreden, want ga er maar aan staan, ga het maar doen. Waar ik van walg is dat we na jarenlang allerlei initiatieven en werkgroepen en weet ik wat niet allemaal, om verwarde personen aan te pakken, dat de politie er eigenlijk gewoon nog alleen voor staat op straat. Waar is dat team van de GGZ wat ter plekke komt om de klus te klaren op een manier die past bij hoe onze samenleving zou moeten functioneren? Is dit de manier waarop wij verwarde personen moeten aanpakken? Ik heb daar grote moeite mee en ik wil graag een reactie van de minister daarop. Ogenblik, interruptie van de heer Van Raak. Ik ben het daar van harte mee eens. Ik heb ook meegemaakt, als je op werkbezoek gaat, nachtdienst draait, dat drie politiemensen urenlang bezig zijn met iemand die gewoon niet te hanteren is. Wat agenten dan ook vertellen is dat ze de mensen niet geplaatst krijgen bij de GGZ omdat er geen plek is. En agenten zeggen ook, wij zitten nu met deze mensen opgescheept op ons bureau waar we helemaal niet toe in staat zijn, omdat die GGZ-instellingen geen plek hebben, omdat daar fors bezuinigd is. Wij krijgen van GGZ-instellingen te horen, zeggen de agenten, dat zij die mensen wel willen opnemen, maar er is heel lang bezuinigd in plaats van geïnvesteerd. Begint dat dan ook niet met serieus investeren in de GGZ-instellingen? Meneer Van Dam. Ja, voorzitter. Ik heb samen met mijn collega Jobe van den Berg, die in de GGZ-portefeuille actief is, onlangs een rondetafelgesprek georganiseerd in de commissie VWS. Met als volgcommissie Justitie en Veiligheid. En daar hebben wij allerlei GGZ-instellingen gehad, maar ook de portefeuillehouder aan de zijde van de politie. Ik meen de eenheidschef uit Noord-Holland. Allerlei mensen zijn daar geweest. En laat ik het zo zeggen, naar mijn beleving is het primair een organisatieprobleem van de GGZ. Ik weet dat er ook gelden voor dit onderwerp, in ieder geval de afgelopen jaren, niet benut zijn door de GGZ. Dus ik zie het niet zozeer als een geldprobleem, maar meer als een organisatie- en een verantwoordelijkheidsprobleem. Niet dat ik dat maar even terugdouw, maar het is niet aan de politie en niet ook aan deze minister om dit probleem op te lossen. Maar ik ben er als Kamerlid die zich met de politie bezighoudt gewoon klaar mee dat dit continu op het bord van de politie blijft liggen. Ik denk dat de eieren gaar zijn. Maar... Ja, dat... kijk uit voordat u over gaat koken. Zal ik... Meneer Van Raak? Nou, ik denk dat we het van harte eens zijn. Ik denk, er zijn tekorten bij de politie en die zullen groeien. Ondanks de cijfers die we van het ministerie krijgen, zullen feitelijk straks minder capaciteit op straat zijn. En dat betekent dus ook dat we heel serieus een takendiscussie moeten voeren. Hè. We zien nu dat meer mensen bewaakt zullen moeten worden, meer mensen beveiligd zullen moeten worden, meer taken op de politie komen, bij de politie terechtkomen. Dus dan zullen we ook moeten gaan kijken welke taken de politie wel kan en niet kan. Omdat de politie op dit moment nog veel te veel het afvoerputje is, de problemen moet oplossen die andere organisaties laten liggen. Dus ik ben het van harte met de heer Van Dam eens, maar dan zullen we ook veel breder moeten gaan kijken welke organisaties laten het nou liggen. Welke organisaties zorgen ervoor dat die problemen op het bordje van de politie terechtkomen. Dank u wel, meneer Van Dam. Ja, voorzitter. Kort. Ik vind dat we al jaren op dit vlak hebben gekeken wie nou wat moeten doen. Er is een heel, ik weet even niet alle termen, maar ik meen dat er een burgemeester, hoe heet je ook alweer? Hoes. Hoes, die is eindeloos met van alles, met schakelteams, volgteams en met weet ik wat voor teams. En ik ben gewoon wat meer eisend, begin ik te worden, dat dit probleem niet op het bord van de politie moet blijven liggen. Dat is wat we moeten doen en nou ja, daar wil ik graag een reactie op. En ik merk aan mezelf dat ik er bijna een beetje boos en geëmotioneerd over ben. Omdat ik gewoon niet vind dat in onze samenleving zieke mensen op deze manier bejegend moeten worden. En volgens mij wil 99, zo niet 100% van de politie mensen, ik zou bijna willen zeggen ook de politiehonden, idem dito. Voorzitter, dank ik ga wel, door. Dank u wel, ogenblik, mevrouw Helder. Nog, als hoeft niet hoor. Jawel, voorzitter, want ik deel dat standpunt. Ik heb er niet van niks een debat over aangevraagd, in aanleiding dat er weer een bericht kwam dat het aantal incidenten weer was gestegen met verwarde personen naar 80% per jaar maar liefst. Dus die kritiek van de heer Van Dam, die deel ik wel. Maar hij haalde nu een speciale situatie aan en had hij het over de diensthond. Nou zit daar iets onder de diensthond en dat noemen we het stroomstootwapen. Dan heb ik toch wel twee punten die ik aan de heer Van Dam voor wil leggen.
daar waar het een gebruik in een GGZ-instelling betreft, mag dat niet meer dankzij een motie die de collega van het CDA heeft ondersteund. Dus mijn vraag is, is de heer Van Damme het daar nog steeds mee eens met de steun van die motie? En het andere kritiekpunt is, bij de voorjaarsnota stond 5 miljoen gereserveerd voor het stroomstootwapen. Op dezelfde dag werd dat veranderd in toerusting middelen politie. Dus dat stroomstootwapen, die pilot, die agenten hebben hem nog, maar dat de invoering daarvan, die zeer gewenst is, wordt nog steeds vooruitgeschoven. Dus zou de heer Van Dam daar ook zijn licht over willen laten schijnen? Meneer Van Dam, en graag kort, vraag aan iedereen, want ook gezien de tijd en het aantal deelnemers. Vraag, antwoord en geen betogen. Ik zal met de zaklamp op het stroomstootwapen schijnen. Ik sta nog steeds erachter dat in de gesloten setting van een GGZ-instelling het stroomstootwapen niet met de, en dat is wel heel technisch, met de stunmode gebruikt wordt. Je kunt hem op twee manieren gebruiken. Dat is met pijltjes dat je iemand verlamt. En met de stunmode doe je alleen een pijnprikkel. Waarom niet? Omdat de leverancier zegt, daar moet je hem niet voor gebruiken bij verwarde personen. En ik ook dit weer een punt van de GGZ vind, want de ervaring is dat een aantal GGZ-instellingen, daar komt de politie bij wijze van spreken nooit voor dit soort problemen. En bij anderen hebben ze een abonnement. Dus in zoverre vind ik gewoon niet dat, als het nodig is, moet de politie dat doen. En ook hier kom ik weer op de menswaardige behandeling van mensen die gewoon ziek zijn. En daar hoort niet alleen maar pijnprikkels bij. Wat betreft de financiën, er is niet, ik denk dat het qua geld, dat is het punt niet. Er moeten nog gewoon een aantal onderzoeken gedaan worden, er moet nog overlegd worden. En mevrouw Helder vindt mij aan haar zijde dat op het moment dat alles klaar staat, de eieren zijn opnieuw gaar, dat, ja, ik heb hem nu uitgezet, dat, ja, ja. Als dat het medicijn zou zijn voor verwarde personen, zou ik meteen in de eierhandel gaan. Gaat u verder. Dus in dat opzicht denk ik dat mevrouw Helder mij aan haar zijde vindt dat als het nodig is dat we gaan zoeken naar de middelen om dat voor elkaar te krijgen. Mevrouw Helder. Nou, voorzitter, dan merk ik eventjes op dat als dat nodig is dat we de middelen gaan zoeken. Nou, het is nodig, maar die middelen gaan we dus zoeken. Daar ben ik heel blij mee. En dat eerste punt, in die speciale modus wordt het ook niet meer gebruikt. Dat is nou net het laatste rapport wat de minister in november of zou toezenden aan de Kamer, zodat we het er in november over zouden kunnen hebben. Dus wat dat betreft, het gaat de goede kant op, maar wat mijn fractie betreft, ja, niet snel genoeg. Dank u wel.